Tjalbert is een imponerende hengst met een fraai model. In Drachten vult zijn verschijning in positieve zin op. En lukte het niet tijdens de tweede bezichtiging om doorverwezen te worden. Tijdens de herkansing pakte hij met overtuiging zijn kans en verdiende glansrijk zijn aanwijzing voor het centraal onderzoek. Tjalbert is een grote hengst die tijdens het onderzoek sterker is geworden en zich goed heeft ontwikkeld. Hij viel bij de ruiters in positieve zin op wat betreft instelling en werkbaarheid. Een paard wat kan schakelen, veel balans en souplesse heeft. Het achterbeen kan dan misschien ietsje sneller ondertreden, maar het geeft altijd een goede reactie op de hulp. Ook Tjalbert heeft zich in het mentgedeelte sterk verbeterd. De mensen waren lovend over zijn bewerkbaarheid, souplesse en vooral instelling. Een paard met go. Maar ook hier dat het bewerkbare achterbeen iets sneller kan ondertreden. Tjalbert komt uit een tweede premie Stermerrie van Jacob 302. Daarvoor zit de modelpreferente Merrie Jeldo van de Wiggerie van Riepke 321. Die is tevens de moeder van Heitze 425 en Wilster 463. Dan komt er een modelpreferente Merrie van Lutte 304. En daarvoor een Stermerrie van Teken 273. Een predicaatrijke stam. Tjalbert kan het model, instelling, souplesse en bewerkbaarheid verbeteren. Hij wordt ingeschreven met de naam Ulbron 503. Thank you.